hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Mijn eerste dag even zonder Nessie thuis. Ik ben net wakker geworden. Dat heb ik me gelijk klaargemaakt. Want ik heb zo'n afspraak. Ik baal er een beetje van. Want Nessie is natuurlijk 2-3 dagen weg. En ik heb eigenlijk deze dagen gewoon helemaal geen planning. Toen werd ik wakker. En toen ging ik koffie drinken. Toen dacht ik, ja, ik heb echt niks te doen. En ik heb eigenlijk wel weer zin in een... massage van Natural Body Cosmetic. Dus toen ging ik kijken in de agenda. Toen was er nog één plekje vrij. Dus toen heb ik het gewoon gelijk ingepland. Toen heb ik me gewoon snel klaargemaakt. Ik moet nog even heel snel omkleden. En dan ga ik gewoon vertrekken richting Den Haag. Om daar even een heerlijke massage te krijgen. Voor mijn cellulitisbehandeling. Zo. Ik heb een camera in de plantenbak gelijk gestukt. Ik heb me snel omgekleed. Ik heb gewoon even een zwarte outfit aan. Heel simpel. Ziet eruit alsof het heel erg lekker weer is. Maar ik moet denk ik niet onderschatten gewoon een jasje over aan doen. Gewoon een zwarte outfit, zwarte trui. Zwarte broek even simpel, want ik krijg toch een massage. Ik moet waarschijnlijk toch alles uitdoen. Dus ik ga nu lekker vertrekken. Ik heb trouwens een nieuwe lipproduct. En deze wordt straks helemaal mat als het goed is. Het is van Dior. Ik ben heel erg benieuwd of deze lang gaat blijven vandaag. Het ziet er wel echt natuurlijk uit. Mijn make-up is trouwens sowieso heel erg... anders vandaag. Altijd als ik mijn make-up iets anders doe, dan moet ik er echt zo erg aan wennen. Ik ben inmiddels onderweg naar Den Haag. Ik ben er denk ik ook voor een kwartiertje of zo nu. Dus mijn haar zit echt niet. Ik heb het echt zo snel gedaan. Het is echt nog half nat. Maar ja, boeien. Ik wil vandaag eens echt iets doen. Ik ben echt alleen. Ik voel me echt zo alleen. Hij is nog maar een dag weg, maar ik voel me echt heel erg alleen opeens. Ja, ik heb gewoon iedereen geappt of ze iets met mij willen doen. Maar ze hebben allemaal een drukke planning. Het is vrijdag. Ik denk dat ze allemaal naar werk iets leuks gaan doen. En I am lonely. Gelukkig heb ik nu wel even een afspraakje. Ik denk daarna dat ik gewoon mijn huis gewoon ga aanpakken. Ik ben de laatste echt van het ordenen, organiseren. En ik krijg echt pas rust in mijn hoofd als mijn huis er een beetje fatsoenlijk uitziet. En ik vind dat hij er nog steeds niet fatsoenlijk uitziet. Maar ja, dan moet ik weer naar de extra voor pakjes en zo. Want die zijn nu al allemaal vol. Ik ga even kijken of ik het ga redden. Het is nu 3 uur. Nog een uurtje ben ik klaar. Maar ik kan misschien nog wel redden. Ik ben echt vet te laat. Ik ben net klaar met mijn behandeling. Het was heerlijk. Ik voel me nu echt weer zo lekker. Ik heb nu alleen wel echt trek. Want ik heb nog niet eens ontbeten. Echt fucking slecht. Ik ga nu lekker even een flesje water drinken. Want ik drink echt heel slecht water. En dan doorrijden naar huis. Guys, voor alle mensen die het constant blijven vragen wie er heeft gewonnen, ik of Selma. Nou, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik vanochtend op de weegschaal ben gaan staan en dat ik dus 10 kilo ben afgevallen. Dus ik heb bij deze Selma uitgedaagd op Instagram om op de weegschaal te komen staan met mij. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij erop gaat reageren. Ik had al vanochtend geappt. Hey Selma, ik ben bijna 10 kilo afgevallen. Ik ga jou uitdagen. En toen dacht ik, fuck it. Ik ben al 10 kilo afgevallen. Ik ga je uitdagen. Ik zie je snel. Het gekke eigenlijk daarvan is dat ik het totaal niet had verwacht dat ik 10 kilo ben afgevallen. Want toen ik dus naar Barcelona ging, was ik al 8,5 kilo afgevallen. Alleen toen ging ik dus weer eten daar. En toen kwam ik weer 2 kilo aan. Toen dacht ik, oh shit, nu moet ik weer bijna 4, 5 kilo afvallen. En ik had er eigenlijk niet meer op gelet. Ik had het weer langzamerhand een beetje opgepakt. Ging niet altijd goed. Maar sinds een week gaat het weer goed. En toen ging ik gewoon toevallig vandaag op de weegschaal. Eigenlijk dacht ik nooit dat ik zoveel was afgevallen. Maar ik weeg momenteel 57,8 kilo. En niet weten waar ik vandaan kom. Wat ik nog wel even wou zeggen is dat ik natuurlijk heb gewogen op mijn weegschaal thuis. En op mijn weegschaal dus zoveel ben afgevallen. Het kan zijn dat als we op een andere weegschaal samen gaan wegen, dat misschien... maar dat ik net niet 10 kilo ben afgevallen. Of dat zij misschien ja, nog meer is afgevallen. Ik weet het allemaal niet. Maar op mijn weegschaal ben ik 10 kilo afgevallen. En ja, voor de rest is het allemaal nog spannend. Ik weet nog niet wie er heeft gewonnen. En ik ben eigenlijk nog aan het wachten op de reactie van Selma. Ik ben net thuis. Ik heb even mijn haar vastgehaald. Dan zat voor geen meter. Ik ga het straks even opnieuw doen. En ik heb een pakketje gekregen van NARS. En ik laat je even zien wat ik heb gekregen. Ik heb namelijk
van die kolosjes gekregen. En dan denk je, best wel rare kleuren, dacht ik eerst ook. Maar ik vind deze twee trouwens echt super mooi. Maar dit zijn dus glossjes die je niet alleen voor je lippen kan gebruiken, maar ook voor je wangen, voor je ogen. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ga het zo uitproberen. Kijk, en je hebt deze kleuren ervan. Hi lieverd! Hi! Ik ben even eitjes aan het bakken. Ik heb er echt zoveel zin in. En ik heb avocado gepureerd. Ik ga denk ik gewoon even lekker crackers eten met avocado en eitjes. Ik ga ze denk ik even omkiepen en dan gewoon kaas eroverheen doen. Daar heb ik echt veel zin in. Zo, eerst de avocado op mijn crackers. Oh mijn god, dat ziet er zo goed uit. Dus ik heb avocado met rundersalami. Ik heb avocado met eitjes en kaas. En ik heb deze kaas gebruikt. Die je eigenlijk normaal gesproken een hamburger gebruikt. Oh mijn god, het is zo fucking lekker. Niet normaal. Ik krijg altijd de vraag waar deze crackers vandaan komen. Ik heb het best wel vaak al gemeld in mijn vlogs. Maar ik krijg de vraag steeds weer. Ik heb ze gewoon van Albert Heijn. Ik heb ze ook bij de Jumbo. Ik vind met dat soort producten moet je gewoon even naar de medewerker toe lopen. En een foto laten zien. Dan weten ze meestal waar het staat. Want bij mij staat die zeg maar naast de glutenvrije producten. Het is zeg maar zo'n gezonde afdeling met allemaal dingetjes voor in je yoghurt. Bijvoorbeeld kokos en dat soort dingen. Daar staat het bij mijn Albert Heijn. Maar ik weet natuurlijk niet waar die bij jou staat. Maar ik zal gewoon even aan de medewerker vragen. Ik ben in het begin ook heel lang naar moeten zoeken. Maar ik heb gewoon de hele tijd rondjes gelopen in Albert Heijn. Ik heb hem uiteindelijk gewoon zelf gevonden. Dus ja, gewoon even zoeken. Ik heb echt al 3 dagen last van hoofdpijn of zo. En vandaag ook. Net na het eten ben ik weer op de bank gaan ploffen. Maar ik denk van, ik wil wel wat doen vandaag. Ik wil iets actiever zijn. En ik moet zo nog een video editen, want die moet vandaag ook online. Dus ik ga nu even weer een lange douche nemen. Ik een beetje wakker word. Ik zie ook aan mijn ogen. Het is echt gewoon helemaal rood. Ik heb het normaal gesproken echt nooit. Maar ik ga even lekker een douche nemen. Ik ben er echt aan toe. Heerlijk. Ik heb vanochtend trouwens al gedoucht. Ik ga gewoon nu nog een keer douchen. Ik vind het gewoon lekker even ontspannen. Ik wil misschien straks even naar Hon. Ik ga even kijken of ze straks thuis is. Want ja, ik wil gewoon even chillen. Even lekker een drankje doen samen of zo. En ik heb nog eten thuis. Dover is geweest op bezoek. En ik heb nog tiramisu over die ik ook had gekocht voor mijn bezoek. Dus die ga ik denk ik naar Hon sowieso brengen. En dan gaan we even iets drinken. Tenminste als er beschikbaar is. Anders blijf ik gewoon thuis. Zijn er nog meer mensen die gewoon video's kijken of films, series kijken onder de douche? Ik doe dat altijd. Zodat ik gewoon precies weet hoe lang ik onder de douche zit. Dan doe ik gewoon een vlog of een video of een weet ik veel wat aan van 10 minuten. En als dat is afgelopen, ga ik er ook gelijk uit. Ik heb heerlijk gedoucht en daarna even mijn make-upje gedaan. Ik ga even snel editen, zodat ik daar niet meer rekening mee hoef te houden. Oh, mooie lipkleur trouwens dit. Zo, fuck. Ik was gewoon in slaap gevallen. Ik ben net wakker. Gelukkig is het niet heel erg laat. Ik weet niet wat ik heb, maar ik ben gewoon echt erg moe van de afgelopen dagen. Hi. Oh, mijn katje zoekt mij op. Hi. Ik ben wakker, hè? Ja, hè? Ik ben wakker, hè? Gaat ze aandacht zoeken. Zo cute ben je. Je bent mijn beste vriendin, hè? Brrr. Brrr. In ieder geval, ik weet niet wat ik heb. Ik ben laatst dag echt zoveel zo moe. Ik ga vandaag ook echt vroeg naar bed. Dus ik morgen lekker uitgerust wakker word. Ik wil vandaag eigenlijk nog het hele huis een beetje organiseren. Maar ik denk dat ik het ook al morgen ga doen. Leuk, al die handgebaren. Dina vindt het ook leuk. Schatje, kom dan. Ik heb Oni net geappt. Wij gaan samen chillen. Hi. Hallo, mijn kleine baby. Voor het geval jullie erg nieuwsgierig waren naar mijn outfit. This is it. Deze lipkleur. I like. Ik heb een nieuwe kleur namelijk gehaald van Maybelline. Echt heel mooi, maar het is echt wel roze, zeg maar. En ik dacht van shit. Want ik had de kleur gezien zonder te swatchen. Toen dacht ik, oh, oké, best wel mooi eigenlijk. En toen ging ik hem swatchen, dacht ik, shit. En nu kom ik op mijn lippen app, denk ik van ja.
outfit of the day. Ik kom net mijn auto in. En ik krijg gelijk mijn nieuwe autogeurtje van Rituals. Deze is echt zo fucking lekker. Het is eigenlijk een geurtje van mannen. Maar echt als je binnenkomt. Oh mijn god, ruikt echt zo lekker. En het geurtje heet iets met Arabian bla bla bla. Echt, ik hou hiervan. Ik ben weer onderweg naar huis vanaf Honey. Dat is echt super gezellig. We hebben even een paar series samen gekeken. Even lekker gekletst. En ik ga nu weer snel naar huis. En dan ga ik lekker mijn katjes doen. Helemaal gezellig naar huis te gaan eigenlijk. Want ik weet dat mensen thuis is. Ik gewoon alleen ben met mijn kastjes. Ik vind het echt niet leuk. Ik ben net thuis. Ik ga gelijk even mijn gezicht wassen, mijn tanden poetsen en naar bed. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei.